Kreetster Michael B. Jordaan ziet het best zitten om in de volgende editie van de film in de ring te komen met een echte bokskampioen. Dat zegt de acteur tegen TMZ. Met zijn uitspraak reageert Michael B. op bokser Deontay Wilder, die dolgraag in de nieuwe Creed wil spelen. Deontay weet ook al een geschikte rol voor zichzelf. Aan TMZ vertelde de zwaargewicht dat de rol van de zoon van Clubber Lang wel iets voor hem is. Ook zei de bokser dat hij een carrière switch ambieert. Mijn passie is acteren, zei hij. Hoe hij dat precies gaat invullen, is nog onduidelijk. Na zijn gevecht tegen de Britse zwaargewicht Tyson Fury liet Deontay al weten dat er een nieuw gevecht moet komen. Dat zal ergens in 2019 moeten gebeuren. Michael B. staat niet onwelwillend tegenover het idee om Deontay een rol te geven in Creed. Het is een cool idee om hem in de film te hebben, maar ik weet niet zeker waar we met Creed 3 naartoe gaan, zei hij. De acteur vindt wel dat de zwaargewicht dan zichzelf moet spelen. Hij zal zichzelf niet meer staan in Creed.